De Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM zal spoedig het proces opstarten om de B737-800 in te zetten op de regionale route. Daarnaast is de afgelopen week ook de aanzet gegeven tot het infaseren van de Airbus A340-300 op de Mid-Atlantische route. Dit is mogelijk na het ondertekenen van een overeenkomst met het Ierse luchtvaartverhuurbedrijf AerCap Holdings NV en door de samenwerking met luchtvaartautoriteit CASAS. De SLM verwacht beide vliegtuigen vanaf mei in te zetten. Het proces voor het verkrijgen van een BASO- en of BZV-kaart is versoepeld door de regering. Voor het district Wanica heeft president Santokki een werkgroep geïnstalleerd die de druk op de regering met betrekking tot klachten moet proberen te minimaliseren. Het initiatief voor de werkgroep is genomen na klachten dat vooral senioren burgers, als ook schoolgaande kinderen, niet meer in staat bleken te zijn om de ziektekostenverzekering te betalen. ...23 jongeren, waaronder 20 dames en 3 heren, hebben in Mungo, Marowijne, de computertraining van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken met succes afgerond. De training is kosteloos aangeboden in het kader van het project computertrainingen voor schoolgaande tienermoeders en vroege schoolverlaters in de districten. De jongeren zijn getraind in het gebruik van de softwareprogramma's en mochten woensdag hun certificaat in ontvangst nemen.